Vaanten Rippens, inmiddels 57 jaar. En vanuit mijn trainingsbedrijf train ik mensen in de predictive profiling. Deze opleiding is ontwikkeld om de kwaadwillende te ontdekken binnen mensenmassa's. Wat onderscheidt de kwaadwillende van de goedwillende en daar ook op te reageren? Deze mensen hebben al heel veel ervaring, maar toch proberen ze meer bij te brengen op het gebied van proactief beveiligen. Het gastheerschap combineren met beveiligen. Het voorkomen van incidenten zit vaak in het vroegtijdig signaleren, met name van afwijkend gedrag en dan ook te gaan handelen. In een gedeelte van de opleiding zijn we ook interactief bezig. Een stukje communicatie, crisiscommunicatie, maar ook zogenaamd security questioning. Door middel van communicatietraining, het doen van een aantal interactieve oefeningen, gaan we de mensen ook die vaardigheid bij proberen te brengen. Ik denk dat deze dag voor Gideon Security heel interessant en boeiend kan zijn, omdat we met zijn mensen, die toch al aardig wat ervaring hebben, deze dag op een hoger pijl kunnen brengen om nog professionele beveiligers, schuine-gastheer, in de horeca te kunnen inzetten.